En daar is hij. The return of the legend. En laten we hopen dat hij het publiek kan laten opveren. Arjen Robben. Robben. Weer een lekker balletje tussendoor. Een doorloop op Ortega. Nou, die gaat even goochelen. Ja, volgens mij was hij over de doellijn. En dat ziet ook de assistent. Ja, toch het opjagen van Arjen Robben. Van Hintem. Ohan Koeri. Daar komt Lundqvist bij. Ohan Koeri geen buitenspel, omdat Van der Horen er nog stond. Achterlijn halen. Nu moet de voorzet komen. Robben. Ja, hij zit. Ohan Koeri op Robben. En Robben scoort. In de 17e minuut. Uitgerekend. Arjen Robben. Achterlijn gehaald door Ohan Koeri. En de bal is lang onderweg, maar zit wel feilloos in het hoekje. Suku. Daar de kans en de goal. Eerste keer dat Bielefeld gevaarlijk wordt voor het doel. Dan is het Konsbroeg met de gelijkmaker. En heeft FC Groningen dus niet lang van de voorsprong kunnen genieten. Soeslof. Met de loopactie. Robben aan de rechterkant helemaal vrij. Gezien door Matusiwa. Robben naar binnen komen en schieten. Slalommen. En deze kennen we nog wel. Maar de scheidsrechter trapt er niet in. Nu dan Robben voor de 2-1. Nee, het is Ortega die daar een hand tegen zet. Mooie actie van Robben. Daar Cordova met de ruimte bij Hartel. Die heeft zijn vizier alleen te hoog staan. Enorme kans. Het is close trouwens. Dankelui. Mooie bal op Suslov. Is die te belopen? Mooi binnengehouden door de 18-jarige Slovaak. Krijgt er applaus voor. Nu nog rendement uit. Oh, Hankurio. Ja, als hij hem goed raakt, dan is het een wereldgoal. Nu de ruimte bij Postema. Geen buitenspel. Romano Postema voor de voorsprong. Postema, nee, voorlangs. En het is een doeltrap. Hij wil een hoekschop. Dit was de kans van de wedstrijd. Nog even overleg. Seufert met nummer 20 en Hartel. Die gaat hem nemen. Wegwerken. En daar het laatste fluitsignaal. Van arbiter Dieperink. Robben toverde een glimlach op iedereens gezicht na iets meer dan een kwartier. Op aangeven van Ohan Koeri. Alleen lang kon Groningen van de voorsprong niet genieten. Door de gelijkmaker 5 minuutjes later van Jomane Konsbroeg.